Henk, ons gesprek gaat verder. De verleden keer hebben we gesproken eerst over de oorlogsdagen, de bezetting, de bevrijding. En jij vertelde zo, na de eerste feestelijkheden in Heerde, dat toch het gewone leven weer best snel doorging. Maar dat het heel chaotisch was. Ja. Het was chaos in Nederland. Jij bent al 17 jaar volgens mij. Ja. En je hebt ook verteld dat je op een versnelde manier je MULO-diploma alsnog kon halen. En dan de eerste vraag die ik eigenlijk heb, zo als jonger van 17. En ik heb begrepen altijd dat de verwachtingen van mensen heel verschillend waren aan het eind van de oorlog, aan het begin van de vredestijd, over welk land we nu zouden gaan krijgen. Er waren mensen die verwachten, nu wordt alles nieuw. En er waren mensen die verwachten, nu gaan we terug naar het oude. Als ik het heel globaal zeg. Klopt dat? En hoe zat jij daarin? Ja, je moet zo bekijken. We zaten natuurlijk nog met een erfenis van de oorlog. We hadden dus in de oorlog een gezamenlijke vijand. Ongeacht wie we waren. Maar onze vijand was hetzelfde. We hadden maar één vijand. Ja. En dat was Duitsland. Verdere vijand nou niet. Tenminste, dat dachten we. Ja, dus je krijgt een versterkt eenheidsgevoel. Ik kreeg een heel versterkt eenheidsgevoel. En ik kreeg dus een gevoel van, en dat noemt ook in deze crisis met die hele corona-business, dat de mensen dus zich op een gegeven moment beginnen te verzetten. En waarom weten ze waarschijnlijk zelf niet. Maar ze begint zich wel te verzetten. Ze komt dus in één keer in een heel andere wereld. Die wereld in die oorlog was een heel andere wereld dan die wereld de vlak na. Die verschillen 100% van elkaar. We dachten dat we dus die wereld van de oorlog, dat die zo overging en dat we dan weer verder konden gaan samen. Dat gebeurde ook voor een gedeelte, want op een gegeven moment heb dus de SDAP en de liberalen hebben een poos in één en dezelfde partijen zijn. Die hadden één partij gevormd. En er is meester Oud van de VVD. Ja, later VVD, hè. Die is eruit gestapt. Ik denk dat het gelijk had, want we passen ook niet bij elkaar. We hadden het ideaal dat we dus in de oorlog gevormd hadden, dat we dat eens even met z'n allen goed op zouden lussen. Niet weer die hakjes van voor de oorlog. Niet meer tegen elkaar van nee, samen met land opvallen. Voelde jij het toen ook zo? Nou, we hadden wel onze twijfels. We hadden wel onze twijfels. Mijn vader was vooral sceptisch dat dus mensen zomaar konden veranderen. Hij zei altijd, omstandigheden veranderen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het denken verandert. Omstandigheden kunnen wel veranderen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de mensen in die omstandigheden, dat die dus ook het denken hebben veranderd. Die kunnen nog wel net zo denken als dat ze voor de tijd doen. Alleen ze passen op dat moment aan, omdat dat het beste voor hun is, in hun oog. En dat gebeurde natuurlijk ook. Door die kwam, dat we dus een erfenis hadden van alles wat de overheid doet, dat was verkeerd. Want dat hadden we 5 jaar lang gedaan. We hadden ons 5 jaar lang, hadden we zo. Alles wat niet mocht, wat God verboden had, dat deden we. We leugen bij het lijm af. We waren voor geen cent te vertrouwen. Alles wat de overheid zei, probeerden we te onder u te komen. En toen kwam we in één keer een situatie dat dat niet meer mocht. Toen moest hij ook weer de waarheid zijn. Toen moest hij dus weer samen met die overheid moest hij dus optreden. En dat heeft een ontzettend grote chaos gegeven. Die zagen dus ook die EVC opkomt, de eenheidsvakcentrale. De eenheidsvakcentrale. Die vooral in de grote steden en bijvoorbeeld in Ols en Weeën, dat waren dus echte fabrieksplaatsen. Daar had die EVC ontzettend veel aandacht. En die was ook min of meer gelieerd aan de communistische partij, niet? Ja, was gelieerd aan de communistische partij. Waar Gerry woonde, in Ols of Fortmond, lezen ze waar iedereen, dus de waarheid. Dat was hier veel minder, dat lag er ook aan waar je woont. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, in het westen van het land en in Oost-Groningen en zo, daar had de communistische partij ontzettend veel aanhang.
Dus het was eigenlijk een hele chaotische boel. Toen kwam bij dat het hele land in puin lag. Alles was kapot. Toen hadden we hier volop in het platteland hadden we daar wat minder last van. Want we leven in, eigenlijk in een wat andere maatschappij. We waren we veranderd, maar niet zoveel. In de stad kwam ze in één keer, Rotterdam kwam in één keer de verte zitten. Dat die hele stad, wat dus een havenstad was, volledig in puin lag. Dat hadden we hier natuurlijk niet. Hier was de infrastructuur, die was dus hier eigenlijk niet zoveel veranderd. Die kleine boer was nog steeds een kleine boer en die grote boer was ook nog steeds een grote boer. En daarmee had denk ik ook niemand de honger meegemaakt die in het westen en vooral in de steden was. Nee, we hadden alleen, we probeerden te verzachten. Ja. We hadden het wel meegemaakt, maar niet zelf. We hadden zelf geen honger gehad. We hadden de mensen wel opgevangen die ze honger hadden, maar we hadden niet zelf honger gehad. Dat wisten we niet, want ja, dat wisten we wel wat het was, maar van horen zijn, van zien. We zagen ze dus, maar we hadden zelf geen honger. We moesten ons wel met allerlei dingen behelpen. Maar ja, als er geen rogge was, dan was er misschien wel haver, of er was wel eerappels, of er was wel suikerbieten. Maar er was altijd wel wat. Iedereen verbouwde zijn eigen spullen. Dus je leden hier niet zo gauw honger. En dat was een grote verschil. Ja, snap ik. En je zegt van de oorlog maakte, of de gezamenlijke vijand maakte een vorm van eenheid. Ja. Maar je zegt ook, het denken verandert niet zo snel. En dan noem je ook de omstandigheden. Ik denk de verschillen van voor de oorlog tussen rijke en arme mensen waren ook niet veranderd, of wel? Nee hoor. Ja, onder liefdink was iedereen echt maar ik. We kregen allemaal 10 gulden. Hmm. Het tientje van liefdink. Tot grote ellende van al die mensen die zwarten werkten in de oorlog. En overal geld op banken hadden staan. En dat moest in één keer voor de dag komen. Mm-hmm. Toen kwam dus ook de zwarte handel aan voor de dag die geld. Toen waren wat die aan op verschillende banken geld zetten om dus te voorkomen dat ze konden zien hoeveel ze aan. We hadden de trappen lief, denk ik niet. Hè. En toen kreeg iedereen dus 10 gulden. Ja. jij bent 17, je hebt je MULO-diploma gehaald. En ja, dan moet je gaan kiezen, denk ik. Van, ik weet niet of doorleren een optie was. Ik denk werken, maar ga je in de fabriek, ga je op kantoor werken, word je boer? Hoe zijn die afwegingen gegaan? Nou, direct na de oorlog was het eigenlijk een kwestie van, als je dus naar de MULO's zou gaan, en dan kwam je dus eigenlijk wel anders op een kantoor of zo terecht. Het aanbod was natuurlijk ook niet zo best. Alle scholen moesten weer opgebouwd worden. Alle scholen zaten dicht. Het hele onderwijs moest weer opgebouwd worden. Dat was een immens karwei. Mm. Voordat je dat weer op de Rian en weer een beetje soepel aan dat het ook deur liep, dat je dus van de MULO naar een andere school kon en dan nog verder en zo verder. Dat was een immens karwei om dat voor elkaar te krijgen. In de eerste plaats was er geen geld. Heel Nederland was bankroet. En in de tweede plaats was de hele infrastructuur van het onderwijs. Ik had bijvoorbeeld 1,5 jaar niet naar school gegaan. Ja. Kwam in één keer weer op school en ging er toen heel anders mee om als toen ik in het begin naar school gegaan, want ik was opstandig. Want ik was daar de wend om me te verzetten. Dat was het nadeel van die oorlog. Mm-hmm. Dat we gingen verzetten tegen iets wat boven me was. Tegen gezag eigenlijk. Ja, want dat waar je went. Dat huurde toch zo. Het alleen een nadeel of heeft het ook voordeelkanten? Het heeft ook wel voordeel uit. Ik denk wel, tenminste voor mij wel. Het kan ook natuurlijk behoorlijk nadelig zijn. Dat je dus helemaal uit de bocht schiet. Mm-hmm. Toen word ik er ook alleen opgevoed om zelfstandig te denken. Maar ik ben dus wel zelfstandiger geworden. Ja, en ik denk wat je eerder hebt verteld over de opvoeding in jouw gezin en van je vader en moeder, dat zelf leren denken, maar ook altijd bij rechten horen ook plichten. Dat was ook heel erg in jullie opvoeding heel belangrijk geweest. Er is geen recht zonder plicht. En dat kan ik me voorstellen dat zelfs op die leeftijd toch ook al in je bewustzijn aanwezig is. Ja, ja.
Ja, dan woon je in Opbevoet. Ja. Ja. En hoe maakte je dus de keus? Je had niet alle keuzes, geef je al nou, aan. Nou, ik had dus, dat was dus ook een tegenstelling. Er was gebrek aan werk en er was werk te over. In de bouw en zo was ontzettend veel werk. Er was geen enkele bouwvakker werkloos. Maar in het kantoorvak was het een heel andere zaak. Er waren ontzettend slecht verdiend. En het was heel moeilijk om aan werk te komen. Ik heb echt allerlei baantjes gehad. Nadat ik mijn diploma had, heb ik van allerlei baantjes gehad. En door een half jaar, en door een half jaar, en door weer een poosje. En dan was dat weer afgelopen. En dan had je dus weer wat zucht. Tot ik op een gegeven moment dus, via mijn vader op een gegeven moment, via een directeur hier van het arbeidsbureau. En die zei, ik weet misschien nog wat voor hem. En toen ben ik dus bij het GAK terecht gekomen. Het gemeenschappelijk administratiekantoor. Hè? Is het later ook de sociale dienst of is het meer het arbeidsbureau? Nee, dus centraal beheer is het later gewoon. Oké. Okay. Toen ben ik toe terecht gekomen. Dat is eigenlijk mijn eerste vaste baan die ik had. En toen ben ik dus deuren gegroeid. Je zei eigenlijk, het was vanzelfsprekend, als je van de MULO kwam, dat je naar kantoor ging. Ja. Wilde je dat ook graag? Ja, ik wou wel administratief bezig zijn. Maar het was bij mij altijd een beetje moeilijk, want ik had weinig verstand van wiskunde. En ik zat er eigenlijk meer in de geschiedenis en zo. Ik zat er een beetje meer in dat beschouwelijke. Mm-hmm. En daar kwam je niet verder mee. Later ben ik dus maatschappelijk werker geworden en toen was het een heel andere zaak. Ja, toen maar toen dus, kwam je op je plekje terecht eigenlijk. Toen had ik dus die dingen, hoe ik dacht, die kon ik door dus ter uitvoering brengen. Maar dat betekent dat je dus toch naast je werk moest gaan studeren, denk ik. Ja. Nou, eerst heb ik dus nog bij het GAK nog een jaar gestudeerd. Maar dat leek me ook niet zo erg. Toen ben ik dus voor maatschappelijk werk gaan studeren. Maar dat moest allemaal in de ogen duwen. Zoals ze nu nog was ze naar de universiteit of ze gaat naar de hogeschool. En dan een dikke glazen bier en... dat zijn de vrije jaren waar je in dat kunt ontwikkelen, zeggen ze. Ja. Nou, dat was er bij ons niet bij. Het was bij ons overdag werken en soms studeren. En toen had je ook nog een zesdaagse werkweek, hè? Ja, en zaterdags. Toen bij ons, ik werk nou niet meer op zaterdag, maar er was elke zaterdag naar Zwolle, de hele dag naar Zwolle toe. Studeren en soms studeren, die studeren. En dat heb ik 6 jaar gedaan. Zo. Ja. En wat een derde wat ik je eigenlijk wou vragen, hè? Ik heb gevraagd van je verwachtingen vlak na die oorlog, je werk, maar ook, je bent jong. Je hebt 17 jaar, hè? Eigenlijk de leeftijd waar we nu zeggen van, je wilt de wereld en jezelf verkennen. Ja, maar dat was in zo'n plattelandsgemeente zoals hier heel anders. Daar had je dat niet. Hier was het in de plattelandsgemeente, daar gingen ze zaterdag naar Dirk van Eck. Dat was Dirk van Eck? Wat Dirk was dat? Van Eck, dat was het café Noord, dat is er nog steeds. Het rooster. Het rooster, ah ja. Ja. Ja, ja. Dat was Dirk van Eck. Nou, en daar gewoon ik dus samen zijn en dan worden een pilsje gedronken. En eigenlijk was het dat en die liep op derp en die probeerde dus aan de meid te komen. En daar ontmoette je je vrienden en ging je daar ook nog, kon je nog ergens gaan dansen of? Dat was van plaatsen tot plaatsen anders. Bij Gerry in de plaatsen, daar was volop dansen. In Fort Bond. In Olst. Ja. Maar hier was dus nogal kerkelijk natuurlijk. En dat ging niet zo hard. Mocht je daar niet dansen? Ja, dat mocht wel. In de eerste plaats vond ik er niks aan. Dus ik kon niet dansen. Maar mijn zuster vond het wel mooi. Dus die ging wel dansen. Bij ons was het geen probleem. Maar er waren hier natuurlijk hele volksstammen. Daar waren absoluut niet gedanst. Dat was er niet bij. En er ging je wel eens, hè, want je zegt je ging naar Café de Rooster, hè, hier op dorp. Maar ging je ook wel eens met je vrienden naar Zwolle? Nee. Het was dus een stramien van nou, oranjefeesten
en dergelijke dingen, daar ging je allemaal naartoe. Dat waren eigenlijk de feesten waar je naartoe ging, kermissen. Ja. En dan plaatselijk naar de café toe. En dan kon wij, dus het verste waar weg ging, dat was Hattem. En dan ging hij door dus naar een café toe. En dan waren er dus, noem maar, heb ze seks van, er bent grote gevechten tussen de groepen. Die waren er toen op. Ja, want ik meen toch ook wel dat de jeugd van Heerde had wel wat met die van Wapenveld en had hem toch? Situatie ging, als de jongens uit Wezep hier kwamen, dat was ruzie. En als we naar Wezep kwamen, dat was ook ruzie. Mm-hmm. En als bepaalde groepen, hè, er waren nog groepen die deden nooit zoals, ik deed er helemaal niet aan mee. Mijn vriendengroep deed er helemaal niet aan mee. Maar er waren dus toen ook groepen, net als dat er nu groepen bent, want nu doen ze toch allemaal niet. Dat waren er toen ook groepen die dus door op uit waren, die gingen naar Harm toe om een ruzie te maken. Een beetje de sensatie zoeken. Ja, de sensatie, gingen ze met de bussen naartoe en een ruzie maken. Als ze uit de vuil waren, dan gingen ze weer naar huis. En kwam er weer de plaatselijke voetbalverenigingen, gingen die ja, weer? Ja, dat was allemaal weg. Dat was allemaal weg. Dat was in die vijf jaar, waar hadden de Duitsers dat helemaal weggemaakt. Daar was niks meer van. Muziekvereniging was er niet meer, voetbalvereniging was er, ja, de voetbalvereniging was er nog wel, maar dat won. Die jongens die won dus met razia's, won, die grepen dus die voetbal, die zeiden de boel stop. Ja. Die zeiden van anders. Nee, die waren bang dat ze naar de arbeidseinsatz te werk gesteld werden in Duitsland. Die jongens die won, die gingen onderduiken, ja. die lieten zich niet zien. Dus de hele organisatie eigenlijk lag. Vakbonden was er niet meer, partijen waren er niet meer. Dat moest allemaal weer vanaf de grond opgebouwd worden. Er was niks meer van. De okay. Heel veel administratie was ook weg. Want er hadden de mensen die dus in die organisatie zaten, die hadden dat verdonkere maand. Want alle adressen en zo, die kon alleen maar nadelig zijn. Dus die moesten zo weinig mogelijk administratie hebben, waar nog iets uit kon blikken wie erin zat. Mijn vader bijvoorbeeld, die heeft direct de eerste dag na de oorlog alles vernietigd. Dat heb je verteld en ja. Daar was ik nu ook benieuwd naar. Hè? Van, je vertelde toen, we hebben een grote kuil gemaakt, ja. Daar ging alles in. De partij zorgde ook dat de dingen weg waren, dus hopelijk was je niet te traceren. Ja. Maar dan na de oorlog, dan is die SDAP en de vakbond, de NVV, die steken hun kop weer... Ja. Weer op, denk ik. Ja. En ik neem aan dat je vader gelijk lid werd. Werd jij ook lid? Hoe ging dat? Ik kon lid worden als je 18 jaar was. Maar ik was voor de tijd al lid. Maar vanaf 18 jaar kon je lid worden. Van de SDAP? Van de SDAP en van de vakbond. Dus, en dat deed ik. Ja. Daar word ik lid van. En dan in 1946 gaat de SDAP... over in de Partij van de Arbeid, met een paar andere kleine partijen samen. Heb jij dat proces bewust meegemaakt? Ja, dat gebeurde nog allemaal bij Dirk van Eck. Vertel. Bij Dirk van Eck worden dus vergaderingen gehouden van voor- en tegenstanders. Om de PvdA op te richten? Ja, of degene die dus de tegen was en degene die de voor was. En er worden dus bij Dirk van Eck worden dus de plaatselijke afdeling van de SDAP... Die vergaderen altijd bij Dirk van Eck. Hoeveel mensen moet ik me voorstellen dat daar ongeveer aan die vergadering deelnamen? Nou, veel meer als dat er nu nog een vergadering hoort. Mm-hmm. Want dat was sensatie. Ik bedoel, iedereen wel, van die dus een wedding politiek georganiseerd was, die wilde erbij zijn. Er waren dus ook mensen die helemaal geen Partij van Arbeid of SDAP waren. Maar die wilden er wel bij zijn. En die mocht ook binnen. Als ik dus de gebroeders de Groot van de bloemisterie, ja. Die bent door dus bij de Partij van Arbeid komt. Die waren gereformeerd. En Johan is jarenlang heeft hij in het bestuur leem. En Michiel heeft jarenlang in de rode zitten. Dus dat is ook de doorbraaktijd, wordt dat dan dat wel was genoemd? De doorbraak, ja. Dus de voor- en tegens, die won dus landelijk. Ook in kleine plaatsjes zoals hier in Heerde, probeerden ze wel mensen te krijgen voor en tegen, om er dus door een goede beslissing over te nemen, wat je moest doen. Kun je de argumenten nog noemen, van, of de belangrijkste, wat was voor en wat nou, was tegen? Eigenlijk waren het dus, ik kon ze zeggen, de principiëlen
die kwam tegenover de mensen te staan, die er dus heel anders tegenaan keken. Die zei, mijn praktisch bekeken. Wat is het beste? Hoe kreeg je dus het meeste gezag? Hoe kreeg invloed? Hoe kreeg invloed? Ja. Nou, degene die dus principieel waren, die zeiden, dat is wel belangrijk, maar dat is niet het belangrijkste. Wat was dan het principe? Ik ben dus op socialistische principes, die moet je onverkort handen aan. En de andere groep die zei, je kunt best wat water in de wijn doen. Als je dit niet voor jou niet voor elkaar kreeg je volgend jaar voor elkaar. Maar als je wat wil te zeggen hebben, moet je erbij zitten. En de principiëlen die zijn, als dat niet kan, dan kan het niet. Maar je moet principieel blijven. En waar stond jij? Ik was op een voet in toestemming. Mijn vader die zei, als je een heel ei niet kunt kriegen, dan twee halve eieren is ook een ei. Dan duurt het maar wat langer. Juist. Als je maar krijgt. Dus eerder van de pragmatische. Van de pragmatische kant, ja. Dat was dan ook natuurlijk het grote verschil tussen het platteland hier en de steden. En zoals Oost-Groningen en Olst en Weijen en zo. Daar was dat allemaal veel feller. Hier had je dus die felle strijd eigenlijk niet zo. Er won wel een behoorlijke wat van een zegt. Maar het was niet zo op het scherp van de snede zoals het in de grote steden en zo ging. Hoe lang heeft die discussie geduurd? Nou, niet zo lang. Ik denk dat dus, hoe lang ze ons erover gedaan hebben, ja, was natuurlijk een heel voorspel, want er waren eerst natuurlijk een hele tijd over de praat en over discussieerd. Het was maar niet zo van vandaag, gewoon we discussiëren over wat. Nee, maar in 46 wordt de PvdA al opgericht, ja, hè? Dus. Ja. En zijn er toen veel van de principiële mensen weggegaan? Nee. Of zijn de meesten wel meegegaan? Hierin niet. Nee. Dit was dus hier. Ja, nou. Eigenlijk is de meerderheid zegt van het is voor de beter zo. Ja. En toen is het ook zo gebeurd. En dan in 1947 heb ik begrepen. Richt jij, misschien met vrienden, ik weet het niet. Of richten jullie een AJC-afdeling? Ja. Arbeidersjongerencentrale, volgens mij. Arbeidersjeugdcentrale. Jeugdcentrale. Vertel. Ja. Voor de oorlog was de AJC er dus al. Maar die was natuurlijk ook verdwenen. Dat was een van de eerste die weg was. Maar die is na de oorlog is die dus weer opgericht. Die bestond al een poosje toen we dus hier van de grond gebracht hebben. Je had natuurlijk hier veel minder bodem voor een AJC dan bijvoorbeeld in Amsterdam of in een fabriekstaat hier. Ja. Was iedereen dus van de jongerenvereniging of van de gereformeerde jongerenvereniging. Die waren hier heel groot. Maar dat waren wij natuurlijk. Dat waren wij niet. Waar kwam het idee vandaan? Of Hoe ontstaat dat idee van dat gaan we hier ook oprichten, een afdeling? Ik zal niet weten hoe dat er komen is. Ik denk dat Gerrie met Vrede weer. Vrede Remmers? Ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Ik denk wat jongeren die dus bij elkaar kwamen en op een gegeven moment dus zijn, nou, dat zullen we dus hier ook maar doen. En dat won dus ook door de ouderen stimuleerd natuurlijk. Want hier was bijvoorbeeld ook een arbeiderstoneelvereniging. Een hele goede. Maar dat was ook spontaan ontstaan. Ja. Wie moet ook niet zijn. Ik denk dat het doorvullen meer van weg kwam. Zie, hebt het allemaal? En wie hebt het niet? En wie kunt het ook hebben? Dus wie richt het op? Wie heb je dus met vaandels te heerden en een lomp? Met rode vaandels te heerden en een lomp. En dat vinden we geweldig. Dat vinden we geweldig. Dan laten we eens hem laten zien wat we hebben. En wat deden jullie als, op, hetzelfde, als die wat, afdeling? Ja, dansen, volksdansen, kampeeren. We gingen naar Vierhouten toe. Naar Vierhouten, ja. Vierhouten, naar Pinksterfeesten. Dat deden we dus ook allemaal. En we gaan dus hier in Heerdeg organiseren we dus de 1 mei bijeenkomsten voor de kinderen. Ja, die heb je al een verleden keer verteld dat die voor de oorlog al heel groot waren. Ja. En dat is weer opgepakt na de oorlog. Die is na de oorlog allemaal weer opgepakt.
Heb je enig idee nog hoe groot zo'n AJC-afdeling was? Hoeveel leden jullie hadden? Nou, hier in Heerde, echt leden. Een stuk of 15, 20. En als jullie een feest of een bijeenkomst of iets organiseerden, dan was het breder. Dan kwamen er meer mensen. Ja, dan kwamen er meer mensen. En dan kregen we natuurlijk ook wel hulp van ouderen. Die zijn die dus zorgen dat we een zaal kregen en dat het betaald wordt enzovoort enzovoort. En was het erg afzetten tegen elkaar? Want je zei, hè, de hervormden hadden hun eigen jeugdbeweging, de gereformeerden. Hè, noemden jullie je de socialisten of zeiden jullie wij sociaaldemocraten of wat, hoe noemden jullie je? Nou, zie nu ons hier in Heerde, de Appeljatersclub. Nou, vertel. AJC. Appeljatters, oh. Op straat heetten we de Appeljattersclub. en hadden jullie daar ook aanleiding toe gegeven? Nee, dat waren dus eigenlijk mensen die dus echt wel met ons eens waren. Maar dat was een geintje van hun. Ja, dat was de humor. Ja, dat was eigenlijk de gewone straathumor dat ze dus dat... Nee, het was gewoon geaccepteerd. We gingen dus hier, de arbeidersmuziekvereniging uit Hattem kwam hier. En die ging dus rondreten maken, de Heerde, met al die kinderen erachteraan. En dan de AJC liep voorop. Ja. En dat was eigenlijk onze bijdrage aan de verheffing van de wereld. Misschien is dat, ja, dat is al iets eerder, want wat natuurlijk ook speelt, hè, vlak na de oorlog, is dat Nederland is wel bevrijd, maar Nederlands-Indië nog niet. Nee. Hè, en ik weet van een aantal van jouw generatiegenoten die aanvankelijk nog als vrijwilligers gingen, echt in het gevoel van Nederland is bevrijd, nou Indië bevrijden. Ik weet ook dat er mensen waren die al principieel weigerden. En daarna gingen mensen als dienstplichtigen. Ja. Hoe dachten jullie daarover? Ik heb geweigerd. Jij had als dienstplichtige moeten gaan? Ja, ik heb geweigerd. En ik weet van latere dienstweigeraars is dat geen eenvoudig proces. En bij India volgens mij ook niet. Hoe is dat verlopen? Het is bij mij heel eenvoudig verlopen. Ik ben afgekeurd omdat ik dus psychisch niet geschikt waren om naar Indië toe te gaan. Heette dat toen ook al S5? Ja, S5, ja. Ja. Politiek onbetrouwbaar. Ik weet dat op mijn conduitekaarten stond, niet naar Indië is politiek zeer onbetrouwbaar. Dat stond kers over mijn deur. Ze hebben ook nooit tegen mij gezegd dat ik er niet heen hoe. Ze hebben het gewoon zo lang. Ik stond op een gegeven moment, iedereen was bezig om zijn attributen bij elkaar te schrapen om naar Indië toe te gaan. Die spullen wilden ze bijna ook laten. Ik word precies net zo behandeld. Totdat ik dus van al opnieuw op wacht stond. Je zat al wel in dienst? Ja, ik was dienstplichtig. Ja. Ik heb de hele dienstplicht overgemaakt. Okay. Maar dan stond ik op wacht. Toen ben ik naar die wachtcommandant toe gegaan. Ik zeg, hoe haal je het in de kop een min dus van oud opnieuw op wacht te zetten terwijl ik naar Indië moet. Donder toch op, zeg je, hoef je maar niet naar Indië. Ik zeg, oh, laat me dan maar zo. Dat is de enige keer dat ze mijn termine zeggen dat ik niet naar Indië hoef. Ik heb daarvoor verschrikkelijke ruzie gehad met een psycholoog. Ik won dus naar een psychiater. Je weigerde? Ik won naar een psychiater gestuurd. Nou, er waren een kwartier, 20 minuten. En toen zei ik, weet je wat ik zo gek vind? Hè? Ja, wat vind je gek? Ik zeg, nou, ik heb al die begrepen dat hij naar een psychiater gaat, dat de patiënt van de kaart is en de psychiater hoe in gareel moet brengen. Maar ik heb de indruk dat hier andersom is. Ik zeg, want ik ben helemaal van de kaart. Ik zeg, ik het niet. Ik gewoon niet. Wat waren je argumenten? De hele oorlog had ik mijn verzet tegen iemand die mijn land bezet. En ik had er geen enkele behoefte aan om iemand door te schieten die met hetzelfde bezig was. Namelijk zijn land vrijmaken. En daar was ik niet toe in bereid
niet bereid om dat te doen. En woon ik volledig in een steun thuis. Hoe lag het binnen de PvdA in die tijd? Ik ben lid bleem van de Partij van de Arbeid. Maar met zeer grote tegenzin. Ik vind het beleid van de Partij van de Arbeid en van de regering volkomen verkeerd. Ik vind het asociaal. Wat er gebeurd is met die politionele acties, het was gewoon een oorlog om een land weer te krijgen. Moet je geen donder over te zeggen, dat heurt nu niet. Dat hij al inpikt in het verleden. Mm-hmm. En dat wij kwijtraakt en nu wil je het weer inpikken. En dan wil ze min veel gebruiken. En dat deed ik niet. Dan zegt die psychiater, die zegt hem in, als ze je nou dwingen om naartoe te gaan, ik zeg, dat kunnen ze niet. Maar ik was namelijk ook lid van een groep, die heette de Vonk. En het was later heette dat de Vlam. En dat waren allemaal linkssocialisten. Hele linkssocialisten en communisten. En die gaven een blad uit. En als je in dienst was, dan had je dus bepaalde bladen, die mocht je niet lezen. Die stonden op de index. Mm-hmm. Maar dat blad stond er niet op. En dat liet ik op de kazerne komen. En dat leek toch neer. Dat had twee keer gedaan. Toen moest ik op rapport komen. En die zegt van, ik liet het dat blad wel zien. En moest aflopen. Hè. Ik zei, nou, ik denk het niet. Ja, dat moest afgelopen zijn, want het is verboden. Ik zeg, staat niet op de index. Ik zeg, alle bladen die niet op de index staan, mag ik lezen. Mag ik hier ook loten lezen. Ik zeg, dit blad staat niet op de index. Die gaat pal tegen het regeringsbesluit in. Ik zeg, ja, dat weet ik wel. Maar staat niet op de index. Mm-hmm. Zo eenvoudig is het. Ik zeg, en zolang ze niet op de index zit, neem ik hem mee en laat ik hem hier lezen. Ik zeg, iedereen mag hem lezen, maar hij staat niet op de index. Ze kregen zo langzamerhand aan de indruk van, er is geen goed gaan meer te spinnen met die, knaap, die kon ook niet omsprong. En op een gegeven moment kwam de psychiater en die zei maar, dan dwingt ze om er naartoe te gaan. Ik zei, dat kunt ze niet. Ik zei, ze kunt me hoogstens naar Nieuwe Sluis sturen. Ja, militaire gevangenis was dat, Nieuwe Sluis. Ik zeg maar, ze kunt me niet, neem nou eens even aan dat het wel zo is. Ik zeg, nou, om een plezier te doen, dan wil ik dat wel doen. Ze zeggen, dan kom je daarin. Wat doe je dan? Ik zeg, niet op die lui schieten. Ik zeg, doe ik niet. Ik zeg, ik schiet er niet op mensen die bezig zijn om mijn land te bevrijden. Ik zeg, ik ben 5 jaar mee bezig geweest om de lui te bestrijden die dat deden. Ik zeg, zal ik het zelf gaan doen? Ik zeg, geen sprake van dat ik dat doe. Toen zeiden ze, nou, nog bedoel. En op een gegeven moment krijg je toch opdracht om te schieten. Ik zeg, als dat tegen mijn geweten in is, ik zeg, schiet het die vent door die mij dat zeggen. Ik zeg, want ik doe het niet. Ik zeg, dan ga je zelf de bak in. Dan kom je jarenlang in de bak. Ik zeg, het is geen probleem. Ik doe het niet. Nou, en toen was ik afgekeurd. Op een gegeven moment. En ik wist het niet. Ik wist niet waarom het gebeurde. Dat wist ik niet. Dan kwam je bij de vaste staf te zitten, hè. Die kregen allemaal, moest hij dus in de veldkeukens moest hij zorgen dat er de eten was en dergelijke dingen. Dus hand- en spandienst moest hij dan verlenen, maar dan hoefde hij niet meer naar Indië of zo. Maar dan moest er wel iets, moest hij bij de vaste staf in zetten. Ja. Maar er zaten ook mensen in die dus bij de hospik en zo zaten er ook bij. En er lag ook een hospik bij mij op de kamer. Ik zeg, maar wat staat er op die conduitekaart? Nee, hij zegt, dat mag me niet zijn. Maar ik had vaak een steenpoes in de nek. Hij zegt, als je nou weer een steenpoes hebt, dan moet je maar eens komen. Nou. Maar hij zegt, maar dat moet me in de dag te veel zijn. Nou. Dus op een gegeven moment had ik een joepel van een steenpoes in de nek. Hij zegt, kom maar man, bro, is goed. Zeg. Ik kwam er. Hij had een tafel. Hij zegt, god, hier maar verstand. Had hij die conduitekaart op de tafel gelegd. En toen wist ik waarom ik afgekeurd was. Niet naar Indië, is politiek zeer onbetrouwbaar. Dat is toch zo ben ik eraf gekomen. Ja. Was dat hier in het dorp bekend dat jij geweigerd had om naar Indië te gaan? Nee, bij het gemeentebestuur wisten ze. De burgemeester wist het namelijk. Die zei tegen mijn vader, ik heb ook bericht gekregen over je zoon. Toen zei mijn vader, wat dan? Nou, we hebben een brief gekregen. Of je zoon ook lid was van communistische mantelorganisaties.
En of die wel betrouwbaar was in de politiek. Want hij heeft kennelijk dienst geweigerd. Toen zegt mijn vader, wat hebben we hem bestuurd? Dat deze man lid was van de Partij van de Arbeid. En een zeer nuttig lid van de samenleving was in Heerde. Dus die wisten het wel. Ja. Maar niemand heeft iets te zeggen. Ja. En dat had geluk mee. Want als ik dus, als het wel Udekom was, dan had ik bijvoorbeeld geen baan kunnen krijgen als ambtenaar. Ja, nee, want ik zat al te denken, S5, daarvan werd vaak gezegd van, dat kan je carrière bij de overheid schaden. Ik had geluk dat ik dus eerst niet direct bij de overheid terecht kon. Ik heb eerst bij het gakkenwerk. En toen heb ik nog een paar andere banen gehad. En toen heb ik solliciteerd in Kampen bij de sociale dienst als maatschappelijk werker. Maar er zaten die andere banen tussen. Dus je hebt dat nooit opgevraagd. Ik had dus al zo lang in het arbeidsproces gezeten, ja, dat er daar tussendoor, als dat Udekom was, had ik nooit bij de gemeente Kampen kunnen komen. Ik denk het ook. Ja. En toen ik er één keer tussen zat, toen keek niemand meer naar me. Waar zijn al de bloemen toch van lang geleden? Waar zijn al de bloemen toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de bloemen toch? Meisjes plukten ze er nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet? Waar zijn al de meisjes toch van lang geleden? Waar zijn al de meisjes toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de meisjes toch? Mannen kusten ze en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de mannen toch van lang geleden? Waar zijn al de mannen toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de mannen toch? Samen naar het front en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn de soldaten toch van lang geleden? Waar zijn de soldaten toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn de soldaten toch? Jaren in een graf en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de graven toch van lang geleden? Waar zijn al de graven toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de graven toch? Nu begroeid met bloemen nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de bloemen toch van lang geleden? Waar zijn al de meisjes toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de mannen toch? Alles lang vergaan en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Dan ga je werken in Kampen. Hoe kom je in Kampen? Want er zijn nog geen autootjes. Met de bus. Ja. Ging met de bus naar Zwolle en dan... Nee, met de bus hier. Het was een rechtstreekse lijn naar Kampen. Hey. Ja hoor, dat is hoe lang geleden, Joris Seumacht of geleden over hier. Ja, weet ik niet. Oké. Okay. Kon regelrecht van hier in de kamp.
tegenover wezen. Was je toen nog steeds 's avonds aan het leren of had je toen dat diploma voor maatschappelijk werker al gehaald? Ik had maatschappelijk werker, had dus de eerste drie jaar erop zitten. En toen ben ik nog 3 jaar doorgegaan voor hogere beroepsopleiding. En zit ik mis of is het ergens in die tijd dat je Gerry ontmoet? Die ging studeren toen Trofaan. Ja, ja. Oh, dus dat is pas in 56. Ja. Dan gaan we even toch naar 49 terug. Want ik ben wel heel benieuwd. Ik ging met je vrienden naar de Rooster. Maar Gerry woonde aan de andere kant van de IJssel. Ja, ja, maar er waren ponten, hè? Oké, en is het gewoon op een bijeenkomst? Of nee, voor de voetbal. Bij de voetbal hebben jullie elkaar ontmoet. Ja, dat was een van de ontmoetingspunten waar je verkering kreeg, de voetbal. Ik heb ook al mensen gehoord van de ijsbaan. Ja, maar dat was winters dan, maar mensen uit Broek heb ik gehoord van de ijsbaan. Dus het dorp, gewone dorp, niet een café of zo, nee, gewone dorp. Soms de voetbal en de ijsbaan. En natuurlijk dus die jongerenorganisaties. Een heleboel jongeren, vooral van de kerkelijke kanten. Dat was natuurlijk nogal, dat moest eigenlijk allemaal van dezelfde club wezen. Dat was erg belangrijk. Ja. Je zat nog midden in de verzuilde samenleving, hè? Ja, dus... en ik bedoel, daar heb ik ook niks tegen, hoor. Ik bedoel, als ze dat zo wilt, dan doet ze dat. En dat, daar kwam dus ook veel verbindenissen. Maar eigenlijk, door Noors had je dus de voetbal, en de schaatsenring, en het dorp, en kermissen. Ik kwam ook altijd met koppels jongens samen naar de kermis, maar er gingen ook meisjes samen naartoe. En dat kreeg je dus verkering met elkaar. Dat waren eigenlijk de ontmoetingspunten. En ja, ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig, hoor, hoe dat dan gaat. Zitten jullie samen naar het voetbal te kijken? En raak jij dan verliefd, of raakte Gerry verliefd? Nee, ik stond gewoon langs de lijn. Ja, ik voel wat schel meer lobby. Nee, het ging niet zoals nu voor de televisie. Nee. Het ging heel anders. Maar het werken veel beter, volgens mij. Als ik zie hoeveel of het mislukt voor de televisie, dan denk ik, bij ons komt het veel beter. Deden jullie het rustiger aan? Ja, ik kreeg een verkering. Ik bedoel, ik vond de meisje leuk en die vrouw gooi een keer mee uit. Of ja, of zak wel in huis brengen of zo. Nou, en zo ging het. Het was meestal zo, het meisje was het leuk vinden. De jongen vroeg altijd. Ja. Het meisje vroeg niet. Nou nee, dat kon toch echt niet? Nee. Ik ben 30 jaar jonger, maar ook toen kon ik niet een jong... Nee. Dat deed je niet? Nee. De jongen vroeg. Ja. Nou, en dan besliste de meisje als ze deed. Nou, en dan kreeg je verkering. Jullie hebben 7 jaar verkering gehad, ongeveer, hè, tot jullie trouwen. En ging je in die tijd al wel samen op vakantie? Want je hebt me wel verteld dat jullie wel van fietsen hielden en dat jullie op vakantie het land in gingen. Maar is dat pas na het trouwen of deed je dat ook voor het trouwen? Die ging dus voor het trouwen al wel met vakantie. Ja, daar was mijn moeder wel op tegen. Maar er was Gerry zijn moeder op tegen. Bij ons thuis niet, daar zaten ze door niet meer. Ja. Die ging naar familielid van ons. Maar we gingen naar een familielid van ons. Ja. Die woonden in Drenthe en die waren gereformeerd. Zwaar gereformeerd. En Gerry zijn vader en moeder dachten dat wel een garantie was. Dat het veilig was. En dat was niet zo. Nee. Mooi verhaal. Bijke zei, ik weet niet waar je wilt slapen, maar ik heb 2 benen en 1. Dat zei die oom en tante? Een nichtje van hem. Oké. Dus die liet jullie, die wist het wel. Het had de vrije keuze aan jullie. Ja. En toen, op een gegeven moment, dan weet je dus zo langzamerhand weer trouwen. Maar dan zat hij dus met precies hetzelfde, wat ze noemen, is in een klein huis. De woningnood, hè, was klein huis, slecht verdien. Ja. Want het was nog, het werk wat ik deed, toen was ik nog een maatschappelijk werker. Dat was gewoon nog slecht betaald. Dus hij had weinig inkomen. Er moest een huis komen. Het moest ingericht worden. Dus dat was een hele opgave. Had Gerry ook betaald werk? Ja. Ja, maar dat kon ik niet betaald werk nu. 3 gulden in de week verdiende ik. 3 gulden in de week? Ja. En daar werkte hij een hele week voor? 5 dagen. Van 's morgens tot 8 tot 's middags 12. In de huishouding bij iemand. Ja. En daar kreeg je 3 gulden voor. Ja. En jouw ouders waren
ook hulpbehoevend, heb je me verteld. Ja. Dus dan ging je 's ochtends bij een ander werken en dan 's middags... Ja. En ik kan me ook voorstellen dat dat het ook moeilijker maakt om te kunnen trouwen als je ook die zorgplicht naar je ouders toe hebt. Ja. Want dat is een moeilijke afweging, denk ik. Ja, dat was het toch. Ja. Dat ging maar niet zo. Dat was een groot probleem. Ook voor Gerrie zijn vrouw moe. Ja, dat snap ik. Ja, en wie moest het natuurlijk zelf zien. En ja, je had geen huis en weinig inkomen. En mijn vader die was voorzitter van de woningcommissie. En dat was dus, net zoals nu, de woningcrisis was nog veel groter dan dat die nu is. Dat was onvoorstelbaar. Dat was ook een uitvloeisel van de oorlog. Toen waren er geen huizen gebouwd. Dus als je één huis had, dan stond er 20 op de lease. Dus dat was ook nog een baan. Door hoe men niet groots op te wijnen, als je voorzitter van die woningcommissie was. Maar als je dus dat huis verdeeld had, degene die hem kreeg, die zei: ik had er ook recht op. En die anderen die zeiden: nou, mooi, ik had hem. Dus ik kreeg geen ene vriend, ik kreeg alleen mijn vijand. En die had hem bij de bul. Zo was ik ook op het buurt. Als dat mutter. Ja. Maar ja, toen kwam ik aan de beurt. Maar hij kon jou niet bevoordelen, want hij was daar ook heel principieel. Hij zei: maar is goed lusten, Henk. Als je een huis wilt hebben en je laat hem inschrijven, dan wil het nog een hele tijd duren voordat je een huis krijgt. Want je kunt wel zeggen dat we vertrouwen hebben, maar het zal nooit gebeuren. Dus als je een huis wilt hebben, dan moet je maar zien dat je voor elkaar krijgt. Nou, maar toen had je dus allemaal subsidieregelingen. Je kon dus met gemeentegarantie bouwen. Als je dus je moest een bepaald bedrag zelf hebben. En dan kon je dus met gemeentesubsidie kon je dus een huis bouwen. Als je het dan niet kon halen, dan nam de gemeente dat huis over. Dat was de garantie. De geldgever was altijd onderdak. En doordat die gemeente dus die subsidie gaf, waren die huizen ook niet zo in prijs opgedreven. Door de gemeente voor dat het gedempt bleef. Maar ja, moesten we wel grond hebben. Moesten dus grond kopen en die moesten een huis opzetten. Dus heb ik samen met een vriend van mij, heb ik dus dit dubbele huis gezet. En dat huis dat kostte toen, en iedereen verkloon me voor knettergek dat ik deed, 13.500 gulden, inclusief de grond. 13.500 gulden, hè? Ja, 1000 gulden voor de grond. En 12.500 voor het huis, binnen en buiten geschilderd, helemaal kloor. Maar dat was toen ontzettend veel geld. En iedereen zei van, dat je dat durft. Behalve mijn vader, die zei dat moet je doen. Want ik kreeg nooit goedkoper. Maar we hebben alarm geleden, hè? Ja. Om het te kunnen aflossen. Ja, toen moesten we geld hebben. En toen konden we geld krijgen van de Nationale Nederland. Ja. En dan konden we geld krijgen voor 30 jaar vaste, 3,5% rente. En weer verkloorde iedereen ons voor geld, behalve mijn vader. Mijn vader zegt, je hebt nog miljoenen nodig hier in Nederland. Er moeten nog honderdduizenden huizen gebouwd worden. Ze hebben ontzettend veel geld nodig. Die rente blijft niet op 3,5, die wordt veel hoger. Die hier oploopt. Als ik dat voor 3,5 vaste leg, ben ik kets onder de pan. En heb ik gedaan. Ik heb 30 jaar lang, toen de rente al 12, 13 was, betaalde ik 3,5. Maar dat betekent weer dat we dus ontzettend armoede hebben. Wat betekende die armoede toen voor jullie? Nou, ja. Ik nam het op de koop toe, want ik had de verkeus. Ja, en beleg op brood in huis nam ik niet. Nee. Want het moest Henk mee naar ons werk toe, want die moesten we werken. Ja. Dus jij deed geen beleg op je brood bijvoorbeeld? Nee. En jij was het van huis uit ook al echt arm gewend, ja, hè? Ja, ja. Wie waren wel gewend. En ik kreeg natuurlijk, ik praatte er ook niet over. Ik praatte er nooit over. Dat is zo arm aan. Dat praat niet nodig, daar praat niemand over.
Er waren veel meer die zwaar waren. Ja. Maar die praten er niet over. Alleen bepaalde mensen wisten het wel. Als ze bij ons thuis hadden ze dus kippen die voor de leg eieren, voor de uitbroeien in de broedmachines. Hè? Ja. En, maar die gingen dus dan één keer in de werk of zo, gingen die dus in van die grote kisten. En dan kregen we de tik-eier. En ik heb altijd mijn vader verdacht dat er een x-aantal iedere keer tik. Maar we kregen... Dat hij bewust even een deukje erin maakte, dat je die kon steunen een met eieren. Een bepaald aantal tik-eieren waren er elke week. Ja. Bijvoorbeeld het eerste jaar hoeven we dus geen eerappels te kopen. Ja. Betalen. Of niet betalen. Ja. Wie kreeg eerappels van mijn vader? Ja. Zo hielp hij door elkaar erin. Maar we hadden bijvoorbeeld geen wasmachine, we hadden geen radio. Nee. En we hadden geen... Stofzuiger. Geen stofzuiger. Dat hadden we allemaal niet. Ja. Dat deden we allemaal met de hand. Toen dat op een gegeven moment, Gerry die moest een hard met de rug. En toen zei dokter Mulder, die kom ik soms toe, ze zei, Gerry, nu is het ook waar. Die zei, wat dan? Ze zei, mijn wasmachine. Die zei, dat is ook waar. Ja, dokter Mulder zegt, je mag niet zwaar tillen, je hebt een kleine afwijking in de rug. Een vergroeiing in de ruggenmerken. En je mag niet zwaar burnen in mijn wasmachine. Ik zei, dat is een ramp. Ja. We waren bij de ABN. Ik ben naar die directeur toe gegaan. Die zat toen nog in de onderwijzerswoning van de openbare scholen aan de Stationsstraat. Daar hadden ze kantoor. Nou, en die Wolf was daar. O ja. En die had het probleem voor te leggen. Ik zei, dat is een ramp. Ja, zei. Nou, dat hoeft geen ramp te winnen. Ik zei, wat dan? Toen zei nou, wie leent hoe dat gaat? Hij zegt, en die zorgt hij dus. Midden in de mond. En achter in de mond nog een gulden op de rekening heb staan en dan betaal je geen rente. En dan betaal je langzaam af. Dus stel ik ook geen voorwaarden aan, waar je af kunt lussen, elke maand lus je af. Maar je zorgt altijd dat je midden in de maand een gulden hebt staan en aan het einde van de maand een gulden hebt staan. En dan betaal je geen rente. Dus je krijgt dan een renteloze lening. En die betaal je zelf af in de snelheid die je wilt. Nou, dat hebben we dan. Zo ben je aan een wasmachine komen. Wanneer werd het iets makkelijker financieel gezien? Ja, je kreeg zo langzamerhand je lussen natuurlijk wel af. Ja. Dus de aflossing wordt steeds minder. Daar kwam bij. En daar had je dan heel veel geluk mee aan je eigen huis aan. Er kwam huurcompensatie. Maar die kreeg iedereen. Ook als je een eigen huis iedereen had. Kreeg huursubsidie. Dat was een landelijke regeling voor iedereen die nu zat. Oké. Okay. Ook voor mij. Maar mijn huur ging te hoogte niet in. Ik had op annuïteit. Ja. Had ik de hele boel op 30 jaar vastgestaan. Dus ik betaalde het eerste van die 30 jaar en de laatste van die 30 jaar. Al die dingen vullen. Dus iedere huursubsidie die erbij kwam, ging dus bij mij. Van de dingen zo. En dat gebeurt 3 keer. Zie, en dat scheelt me al horen. En de lonen gaan en de loon eind 60 jaren, begin 70 jaren krijgen we de loongolf, denk ik. Ja. Toen ging dus de lonen op de hoogte. Toen won het allemaal heel wat anders. En hebben jullie overwogen, was het een afweging of Gerry ook zou gaan werken? Nee. Ja, ik werk nog wel. Ja, je werkt nog wel, ja. Ja, in de huishouding, die... Smaandags en donderdags. Ja, maar dat was tijdelijk. Ja, dat was wat tijdelijk, ja. 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 En jullie kregen een kind. Ja. Ja, maar dat is bewust 4 jaren duurt. Ja. Maar als we hem dus veel eerder hadden, hadden we niet kunnen onderhouden, want we bleven net zelf in het leven. Ja, dus dat is echt uit armoede dat je dan beslist van, er is nog geen plek voor om een baby. Nee. Dat zegt toch wel wat, hè? Want dat kun je in deze tijd toch bijna niet meer voorstellen. Nee, en toch was daar een gegeven. Maar het was natuurlijk geen uitzondering. Nee. Dat is het probleem. Iedereen verdient nu goed en als er een slecht verdient, dan is dat een uitzondering. Dat was toen niet zo. Hele volkstam verdienen allemaal echt een vallen. Hoe vergelijk je die
armoede die jullie dan de eerste jaren in ieder geval van je huwelijk hebben meegemaakt met de armoede uit jullie jeugd? Toen wie dus de armoede in onze jeugd aan, hij dus weinig uitzicht op verbetering. Dat was natuurlijk anders toen wie dus later getrouwd waren. Toen zat er een opgaande lijn in. Maar je moet dus rekenen dat dus in de dertiger jaren een ontzettende grote crisis was. En volkomen uitzichtloos was. Met honderdduizenden arbeiders die werkloos waren. Ja. En waar geen eind aan kwam. Dat was natuurlijk een heel andere armoede. Ook een andere heel armoedebeleving dan later. Toen wij dus arm waren, dat hadden we onszelf aangenomen. We hadden de keuze gemaakt om een huis te bouwen. We hadden een keuze gemaakt om een huis te bouwen. En er zat aan vast dat we het aan de eerste jaren niet best zongen. Maar wel met zicht op de toekomst. Dat had je dus in de dertiger jaren niet. Ik snap het verschil. En ik denk, vertel zelf, maar misschien maakt het ook wel uit, van 48 tot 58 krijgen we ook de periode Drees. Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat dat in dat perspectief van we gaan het allemaal beter krijgen ook een rol heeft gespeeld. Ja, natuurlijk. Wie kreeg van Drees? Gerrie Sivaar kreeg van Drees. Ja. Er kwam de hele buurt bij elkaar. Want Hendrik... Dixburgers. Dixburgers, die kreeg van Drees. Die was de Olsen door. Ze was de eerste die AOW kreeg. Ja. Dat noemen ze geen AOW. Die kreeg van Drees. Je kreeg van Drees. Dus hoe was van Drees? Iedereen een stem door op Drees. Ja. Iedereen een stem op Drees. Was er geen ene die er niet op Drees stemde. Iedereen een stem door. Eerst waren ze allemaal de waarheid. En toen stemden ze op Drees. Ja. Dus de jaren na de chaos en dat het nog de grote woningnood. Maar geleidelijk toch ook aan de verwachting van we gaan het allemaal beter krijgen. Ja. Maar ook de Koude Oorlog start. Ja. Is ook in die tijd begonnen. Hoe speelde die een rol? Nou, hier plaatselijk. Niet zoveel, hè? Niet zo. Nee. Nee, zie geloof me nog niet zo in. Zou hij meer wel. Het was niet de zorg, de angst dat er een nieuwe oorlog zou komen? Nee, waren ze vrienden nog erin, denk ik. Ja, en misschien ook, misschien gelukkig wel niet zo... op de hoogte van wat er werkelijk gebeurde. Ik herinner me nog dat, ik geloof dat het in 63 was met het varkensbaai-incident op Cuba. Ja. Dat mijn moeder huilend voor de televisie zat, zouden we nu weer oorlog krijgen? Ja, ja. Dat speelde hier niet zo. Nee, dat speelde hier niet. Nee. Je had dus wel later met die rakettenboel en zo. Nou, daar heb ik nog één of twee keer meer lopen. Oh, ja. De neutronenbom en de kernwapens. Ja, maar dat kwam meer omdat het dus hier in de buurt was. Maar ik denk niet dat ik het in de kom gehaald had als er in Amsterdam geweest was om dan Amsterdam te wonen. Nee, maar omdat het in Oldebroek was. Ja. En ik toen opgeroepen won, dacht ik nou, ik was het er wel mee eens dat het niet moest. Maar om dan nog helemaal ver naar Amsterdam toe te gaan. Dat was ver weg. Daar waren ze hier te nuchter. Daar begonnen ze niet aan. Ik bedoel, zo erg was het nu ook weer niet dat je helemaal ver naar Amsterdam moest. Goed, voor we dit gesprek gaan afronden. In die jaren zit jouw vader hier in de gemeenteraad. Ja. En volgens mij zijn dat ook de jaren dat de ruilverkaveling begint. En dat we Mansholt hebben, dat de landbouw grootschaliger moet worden. Kun je daar wat over vertellen? Want dat heeft volgens mij ook consequenties voor jullie ouderlijk huis gehad. Mijn vader was voor de ruilverkaveling. En dat woonde hem in de buurt en niet in Danlochenen. Hij was het met Mansholt eens. We moeten op grote schaal produceren, vertel. Hij zei, als hij dus meer wilt gaan in de wereld en hij wil dus meer gaan met het produceren van en moderniseren van boerderijen en zo, dan zul je dus grootschaliger aan moeten bouwen. Hij was ook een van de eersten die dus toen de sanering kwam, wie die sanering gewoon is. Hij was er ook voor dat kleine bedrijven bij elkaar gevoegd worden, omdat ze dan rendabeler konden zijn. Dat kwam natuurlijk op uit eigen ervaring. Die man die heeft zijn hele leven lang geploeterd en hij heist het op zo'n klein bedrijfje en kwam nooit voor u.
He, terwijl dat een hele goede boer was. Hij was een hele goede boer. Hij haalde van die grond af alles wat er met te halen was. Alleen hij kwam nooit verder, want dat bedrijf was veel te klein. Dus uit eigen ervaring, dat zit ook in die mensen. Uit eigen ervaring. Jullie ploetert en ploetert en ploetert en die komt nooit verder. Als je dus dat verder wilt met dat boer, zul je dus andersom moeten pakken. Er zullen trekkers moeten komen, er zullen andere spullen moeten komen. Er moet materiaal komen, er moet geld verwijderen. Dus kun je dat niet meer doen met die kleine bedrijfjes. Dat is nostalgisch gedoe, dat kan niet meer. En zo dagen, en dat brengt ook nog weer. En dat wordt hem altijd niet in dag overnemen. Heeft hij ook in de commissie, de Ralph Kavelingscommissie gezeten? Nee. Nee. Ik heb van Geit Beekhuis, dat was mijn buurman. Ja. En die zat daarin en ook verhalen gehoord over hoe moeilijk dat proces is verlopen. Ik geloof wel 10 jaar geduurd. Ja. Ruzie, jongen. En veel ruzies. En dat uiteindelijk ook het stemrecht gebaseerd was op hoeveel grond je had. Ja. Dat eigenlijk zei Geit volgens mij dat een meerderheid tegen was. Ja. Maar omdat de hoeveelheid grond die we zat de doorslag geven, ja, heeft het net gehaald. Nou, ze slim uren. Dus je bent gewoon kijken hoeveel grond er bent er. En wie bent er voor en wie bent er tegen. Dus toen kwamen ze erachter dat ze dus, als ze dus zijn van de grond, wat van grond je hebt, dat is bepalend, dan winnen ze het zeker. Mm-hmm. En dat hebben ze dus ook gedaan. En wat vond je vader daar dan van, of jullie? Want dat is eigenlijk een oneerlijk aspect er enerzijds in, terwijl... Ja, hij zei dus eigenlijk op een gegeven moment, omdat de argumentatie niet goed is, ook niet van de tegenstanders. Er wordt niet geargumenteerd op feiten, maar er wordt geargumenteerd op gevoel. Mm-hmm. En dat is niet goed, daar kan het nooit goed van. Dan is er maar één mogelijkheid, dan moet je dus op een of andere manier dus tot een oplossing komen. Anders bleef je dus bezig, dat was ook zo. Ze bleven maar bezig, ze bleven maar ruzie maken met elkaar. Gemeenschappen vielen echt uit elkaar. Zo ruzie kregen ze met elkaar. Ik zei, dan is dit, het is niet eerlijk. Hij vindt het niet eerlijk. Hij zegt, de grote boer giet weer bepalen wat de kleine moet doen. Maar in deze situatie, er kan niet het discussieerd worden, dat is niet mogelijk. Iedere vergadering is grote trammeland en er komt niks uit. En het was ook zo. Iedere vergadering. Gooi net zo goed direct weer nu schoon, want er gebeurt aan het einde waar je nog net zo weer als in het begin. Alleen die aan verschrikkelijke ruzie met elkaar uit. Dus hij zegt, dan is er een andere mogelijkheid. Hij stemde voor, ja. En heeft hij toen zijn grond verkocht of is ook jullie ouderlijk huis verkocht? Nee, is op de huis blijven wonen. Hij heeft de grond verkocht, die is naar een buurman toe gegaan en hij is blijven wonen. Dus ik ben blijven wonen. En hij zit in de gemeenteraad. Moest hij daar dan ander werk bij zoeken, want gemeenteraadslid, daar kun je ook niet van bestaan. Ja, hij werkte bij de coöperatie, maar allemaal als lusser. Hij kon namelijk geen vast werk hebben. Dat liet zijn werk voor de politiek niet toe. En dat liet hij voor jou. Ja, zo belangrijk vond hij het om voor de betere wereld te werken. Ja, hij ging pas dagen weg. Ja, hij moest naar Amsterdam naar een vergadering toe. Hij zat dus in de landarbeidersbond, had hij dus een vrij hoge functie, dat hij dus regionaal ook. Maar dat was allemaal vrijwilligerswerk? Ja, die kreeg alleen een vergoeding via een reisvergoeding. Ze waren ook verschrikkelijk arm. Ja, dat moet wel. Ja, Johan had dat hij dus buiten alle belasting wiel zo weinig inkomen hadden. En het mediteert wel en mijn moeder stond erachter. Anders had het ook niet kunnen doen. Nee, daar moet je samen achter staan. Ja, ze wisten soms als ze niet hoe ze rond moesten komen. En jullie hadden eigenlijk ook geen ruimte om ze enigszins te steunen? Nee. En je zus? Nee, ook niet. Nee, dus... Dat verwachten ze ook niet, hoor. Nee. Mijn vader was ook zo de kiezer wie zelf... Ja. Maar het was een bittere armoede. Ze hebben echt verschrikkelijke armoede. Heeft hij nog van Drees gekregen? Ja, nog 1,5 jaar en toen was het door. En toen is hij overleden in 65. Ja. Ja. Maar dan eigenlijk krijgt hij het goed waarschijnlijk als hij van Drees kreeg. Ja. 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 Ja, hij heeft het goed gekregen toen ze dus dat bedrijf in op een gegeven moment. Toen kreeg hij een uitkering.
De sanering de saneringsregeling sanering. Eerst en later de saneringsgeld en toen kwam ja. Drees bij. En toen kreeg het goed over door. Hij overlijdt in 65 en voor een deel heb jij het stokje overgenomen. Ja. Maar daar wil ik de volgende keer met je over praten. Prima. Dank je wel weer voor dit gesprek. Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan.